Het doel van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om financiële inclusiviteit te bevorderen, komt beter op gang. Vandaag vond de distributie plaats van de eerste moneycarta aan zwakke huishoudens die in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking. Het ministerie wil door middel van de financiële inclusiviteit alle sociale steun via dit systeem uitbetalen. De aanpassing van de moneycarta is ook bedoeld voor personen die zich onlangs hebben geregistreerd voor de SRD 1800 koopkrachtversterking. Het gaat om de sociaal zwakkeren. Dus we zorgen ervoor dat 1. De reguliere zaken worden meegenomen voor het uitbetalen of het nou gaat in de toekomst om AKB of het in de toekomst gaat om mensen met een beperking, maar zo ook sociaal zwakke huishoudens. Alle reguliere zaken worden dan vanuit dit systeem betaald. Apart daarvan is het belangrijk, want dat is waarnaar eigenlijk het volk vraagt, is wanneer krijgen zij hun bankrekening, oftewel hun moneycarta. Wanneer horen ze tot onze social beneficiary program, om uiteindelijk dat deel van koopkrachtversterking, die 1800 om het beter te zeggen, dan ontvangen. Vandaag is dag 1 van de distributie. 2 van de dichtstbevolkte districten zijn Paramaribo en Wanica. We zijn vandaag gestart hier te Paramaribo, in het gebouw van Surpost. Dus voor degenen die het nog niet weten, die ons bekendmaken, nog niet hebben kunnen volgen vanuit onze Facebookpagina, dat ze dat alvast weten. Met de introductie van de financiële inclusiviteit wil het ministerie zelfredzaamheid stimuleren. Volgens minister Ramsaran zullen belanghebbenden in de toekomst sneller beschikken over hun financiële bijstand. Bij het SOSAVO-kantoor, dat gehuisvest is in het Surpostgebouw, kunnen personen die in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking meteen hun moneycarta in ontvangst nemen. Medewerkers van de Surinaamse Postspaarbank zijn ook ondergebracht in het kantoor om de uitbetaling te doen. De koopkrachtversterking is onderdeel van de maatregelen die zijn opgenomen in het herstelplan van de regering. Hiermee biedt de regering ook de gelegenheid aan de kleine man om deel uit te maken van het financiële systeem. Komt u langs, volg u de volgorde. Er is een alfabetische volgorde aangehecht. Komt u langs met uw beschikking. Als u uw beschikking dan brengt hier bij het Surpost, dat SOSAVO of Team SOSAVO bereid is of ready is om u alvast te dubbelchecken, te matchen in ons lijst, waarbij u meteen daarna, vlak daarnaast, we hebben het namelijk 1, 2, 3, 4 loketten waarbij onze ambtenaren ready staan om u te helpen, te begeleiden, maar zo ook hebben we vanuit onze partner, de SPSB, meerdere loketten waarbij u meteen uw kaart mag activeren. Dat betekent, als alles vlot verloopt, dat u binnen 5 minuten, apart van het matchen, dat u meteen bij de SPSB, hier op locatie, 1 locatie, niet verschillende locaties, meteen uw kaart activeert. En als u uw bankrekening, oftewel moneycarta bij deze, om deel uit te maken van het Social Beneficiary Program, dan laat activeren, krijgt u meteen uw bedrag ook opgetopt op uw pasje, op uw kaartje.